De Henry Frans, de Zielstichting, wil werken aan het produceren van jeugdliteratuur. Dit zei de voorzitter van de stichting Johan Rozer maandag tijdens de 15e Trifosa-avond. De avond is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het gedachtegoed van Henry de Ziel centraal staat. Het thema van de avond was Het land in mij en slaat op het uitdragen van Suriname tegenover de rest van de wereld. Door middel van de lezingen stelt de stichting mensen in de gelegenheid om hun perspectief vanuit hun vakgebied voor een verbeterd Suriname te delen. Met het produceren van jeugdliteratuur beoogt de stichting jongeren bewust te maken over het belang van literatuur. En op een heel serieuze noot weten we dat op dit moment van Suriname bekeken van buitenaf het een beetje minder positief is. Dat we enorme stappen moeten zetten om de beeldvorming over Suriname in het buitenland te verbeteren. Omdat dat natuurlijk zijn neerslag heeft in heel veel sectoren, niet in de laatste plaats het toerisme. Dat mensen toch wel gaan inzoomen op wat er allemaal gebeurt in Suriname en uiteindelijk het besluit nemen om niet te komen. Rozer zei verder dat dit thema een goed reflectiemoment voor Surinamers is om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van ons land naar de buitenwereld toe. Maar we gaan dus ook praten met de volwassenen die jeugdliteratuur produceren om te kijken hoe we dat dit jaar een duwtje in de rug kunnen geven. Of althans dat we daar meer productie krijgen. Het thema zal zijn vaderlandsliefde, omdat we toch wel merken dat vaderlandsliefde, burgerschap toch wel op dit moment bijzondere aandacht verdienen. Dus we dachten dat het goed zou zijn om dit jaar daar aandacht aan te besteden. Dus we hebben 12 maanden werk voor ons en we hopen dat we het samen met de samenleving tot een mooi eind zullen brengen en vooral met de jongeren. De 15e lezing werd gepresenteerd door Ruben Del Prado, die hierover onderzoek deed in het buitenland.